Goeiedag allemaal. Vandaag behandelen wij onze protoshelmen. Wellicht hebben jullie die al een keer ergens gezien. Veel mensen kennen de helm om zijn comfort, om zijn veiligheid die heel erg hoog ligt. In combinatie met een kinderriem voldoet hij zelfs aan twee normen. Mag hem en op de grond en in de boom gebruiken. Maar wat veel mensen nog niet weten, is dat hij uit te voeren is met zonneweer, met een zonnebril. Hiermee kun je comfortabel werken, tegen het zonlicht inkijken. Als het een slecht regenachtig weer is, gebruiken wij de gele bril, contrastverhogend. En als we gewoon eventjes geen kleur voor onze ogen willen, maar lekker transparant, gewoon een transparante bril. Maar hoe zet je die er nou in? Dat ga ik jullie laten zien. Aan de binnenkant van de helm zien wij eigenlijk op het hoofdframe, zien wij hier en aan de andere kant een rond gaatje. Als we de bril bekijken, dan zit daar een pinnetje op en die past precies in die rode gaatjes. Je zet de bril haaks op het frame. Je duwt net zo lang totdat je een klik hoort. Dat doe je bij de andere kant ook. En dan zit de bril eigenlijk vast. Dan kun je in de helm verstoppen. Dan heb je tijdens het werk er geen last van. En pas als je hem nodig hebt, haal je hem tevoorschijn. Dan de afstelling. Die bril kun je uiteraard, net zoals de rest van de helm, helemaal afstellen zodat hij perfect bij je hoofd past. Als je de bril van dichtbij gaat bekijken, dan zien we hier aan de zijkant drie streepjes staan. Die drie streepjes die geven de hoek aan van de bril, zodat hij nooit schuin op je neus staat, maar altijd recht voor je ogen hangt. Daarnaast kun je ook de pootjes van de bril nog verlengen, zodat hij niet te dicht of te ver van je ogen verwijderd staat. En is er zelfs een optie om nog optische glazen in je bril te laten zetten.